De Hengeloze honk- en softbalvereniging The Giants hadden van 5 tot 11 augustus een jeugdteam uit Connecticut op bezoek. Het team, bestaande uit 10 jongens en 2 meisjes, speelde wedstrijden tegen teams uit Enschede en Apeldoorn. En uiteraard tegen de Giants zelf. Nou, wij zijn benaderd door een familie uit Oldenzaal. Die hadden connecties met dit Amerikaanse team wat nu aan het spelen is tegen ons team. En zodoende zijn we in contact gekomen met hun. Nou, dit is een vereniging uit Connecticut. En zij komen aan geld door daar verschillende bazaars te houden en inzamelingen, zeg maar. En daarvan gaan ze dus elk jaar daar een trip van maken. En van het jaar zijn ze bij ons. Behalve honkbal was dit bezoek voor de Amerikanen met name bedoeld om kennis te maken met andere culturen en omgevingen en voor het sluiten van nieuwe vriendschappen. Op de dagen dat er niet gespeeld werd, bezochten de Amerikanen onder andere Münster, het Hulsbeek en Bad Bentheim. Kijk, Amerika is een jong land en die jongens die kennen geen kasteel, dus ze gaan naar een kasteel toe. Dat honkbal de nummer 1 sport van Amerika is, hebben de Giants wel gemerkt. Nou, ze zijn erg goed, maar dat blijkt dus wel weer. Amerikanen die worden grootgebracht met honkbal. En dat zie je dus nu ook wel weer. Dus we hebben nog geen pot gewonnen, nee. Hun zijn iets meer intensiever, iets meer veel enthousiaster. Hebben altijd zin in het wedstrijd. Maar soms wij niet echt. Nou, Amerikanen heb ik wel gezien, hebben een veel groter ego. Zijn ook wel fanatieker, moet ik zeggen. Of de Hengeloze Club in de toekomst Connecticut gaat bezoeken is nog niet bekend. Animo voor het eventuele bezoek is er in ieder geval wel. We hebben het van een week al wel over gehad en we zijn inderdaad uitgenodigd al door hun. Maar dat brengt zoveel kosten met zich mee dat het waarschijnlijk onwerkelijk zal zijn. En we hebben hier al een aantal jaren achter elkaar een oliebollenactie. Ik denk dat die van daar maar eens aan besteed moet worden dan. Door het plaatsen van paaltjes is sinds begin juli de Pastoriestraat afgesloten voor auto's. De paaltjes staan er voor een proefperiode van 4 maanden. In oktober wordt er besloten of de paaltjes permanent zullen blijven staan. Nou, het idee achter is dat er heel veel doorgaand verkeer door de straat was. En aangezien wij hier terrassen hebben en proberen het te exploiteren, is het levensgevaarlijk als hier constant auto's langsrijden. En niet alleen auto's, maar ook vrachtwagens. En zoals je ziet, LaserQuest, wij hebben het terras, we hebben vaak een springkussen staan. En op het moment dat hier als gekke auto's doorheen rijden, is dat levensgevaarlijk voor kinderen, maar ook voor ouderen die rustig willen lopen door de straat. Dus vandaar hebben we met z'n allen bij de gemeente aangevraagd om een en ander in werking te zetten om de straat af te sluiten. De bedoeling is dat op donderdag, vrijdag, zaterdagavond vanaf 11 uur tot 5 uur 's nachts de paaltjes weggehaald worden voor ambulances, politie en brandweer. En dat die dan weer teruggeplaatst worden. En dat de rest van de dag, van de week eigenlijk de straat afgesloten is. Het plaatsen van de paaltjes gebeurde naar aanleiding van een gezamenlijk initiatief van de horecaondernemers uit de Pastoriestraat. We hebben een verzoek gekregen van alle horecaondernemers hier aan de Pastoriestraat. Dus het was een gedragen verhaal. Dus we hebben toen met de hulpdiensten zijn we in overleg gegaan of zij er ook mee konden instemmen met het plaatsen van de paaltjes. Maar ze konden zich er wel in vinden, maar wel tijdens de uitgaansavonden, zoals Mark net ook heeft aangegeven. Dat die dan wel worden weggehaald, de paaltjes. Want als er calamiteiten zijn tijdens uitgaansavond, moet de politie en de brandweer wel de Pastoriestraat kunnen bereiken. Dus dat is wel belangrijk. Maar voor de rest van de week kunnen de paaltjes prima omhoog staan. Ja, dan het is nu een week of 4 dus gaande. Dus op zich zijn de geluiden nu heel positief. Ik heb de kant van de hulpdienst nog niet gehoord, dus dat ben ik wel benieuwd naar straks. Maar het ziet er wel goed uit, ja. Ja. En dan gaan we in oktober in overleg hoe het bevallen is. En of deze actie voortgezet kan worden of niet. Wij als ondernemers zijn zeer tevreden over deze actie. En zoals je ziet, er rijdt geen enkele auto langs op het moment. En de ene zegt van het is hartstikke leuk dat het rustig is. De ander zegt het is een beetje levendig. Maar dit is geen straat voor doorgaand verkeer. Donderdag 9 augustus ging op kinderboerderij Het Weusthag de campagne 1 minuut tegen moedersterfte van start. Dit werd gedaan in combinatie met een kraamfeestje voor alle dieren die dit jaar geboren zijn. Ja, bijna iedere minuut sterft er een moeder in het kraambed, omdat zorg tekortschiet. Dus in ontwikkelingslanden. En we weten wat we hieraan kunnen doen. En daarom zet Simavi samen met Esta, tijdschrift, hier al jarenlang voor in om hier actie voor te voeren. En dat doen we nu weer. En we vragen 1 minuut van de tijd van mensen in Nederland om iets te doen. 1 minuut, niet veel tijd. Want we weten dat we in 1 minuut ontzettend veel verschil kunnen maken. 1 minuut tegen moedersterfte is een actie van Simavi.
De komende weken trekt deze campagne het hele land door. Ja, we gaan eigenlijk de komende weken het hele land door. Dus dit is eigenlijk de eerste actie, dus dat is fantastisch. Binnenkort worden we ook versterkt door een actiebus. Een echte Cimavi 1 minuut tegen moedersterfte bus. En alle minuten die we verzamelen, die brengen we naar Den Haag op 4 september. Dan hebben we een grote manifestatie tussen de middag op het plein voor de Tweede Kamer. Met kandidaat-Kamerleden waar we alle minuten zullen aanbieden. Gemeente Hengelo is een van de 150 zogeheten millenniumgemeentes. Zo'n gemeente maakt zich samen met haar inwoners sterk voor één van de 8 millenniumdoelen. Deze zijn in 2000 samengesteld door de Millennium Top. Hengelo is een millenniumgemeente en moedersterfte is een van de 5 millenniumdoelen. Dus Hengelo zet zich in om de millenniumdoelen te helpen om die te realiseren. En wij lazen over deze actie en we dachten van nou, dat kunnen we mooi koppelen aan de kinderboerderij. Want hier worden elk jaar ontzettend veel dieren geboren en die krijgen gewoon de deskundige hulp die ze nodig hebben bij de zwangerschap, bij de bevalling. En dat is eigenlijk voor heel erg veel moeders in ontwikkelingslanden niet het geval. En daarom gaan er zo gigantisch veel moeders nog onnodig dood bij zwangerschap en bevalling. Ik dacht van nou, die twee kunnen mooi koppelen. En dan doen wij een actie op de kinderboerderij, zodat wij kunnen helpen bij deze campagne. Met gewoon het aanbieden van de kennis en ons netwerk. En de gemeente Hengelo doet vooral veel, niet dat ze zelf geld geven aan het millenniumdoel, maar dat ze eigenlijk de burgers helpen om dat te doen. We hebben wel een subsidie, kunnen burgers aanvragen als ze zelf een klein ontwikkelingsproject hebben. En wij doen af en toe, helpen we mee met projecten die ook echt bewust zijn van over millenniumdoelstellingen bevorderen.